Er werd gelachen vanochtend op de training. Is ook alle reden toe. Ze spelen de laatste weken steeds beter. En morgen kunnen ze zich weer meten met het grote Barcelona. Wij willen gewoon in de arena en ook eigenlijk buiten de arena altijd domineren. En dat zullen we hier ook proberen. Lerin Duarte is weer van de partij. Hij zal morgen starten. Davy Klaassen zal in de spits waarschijnlijk om tactische redenen de voorkeur krijgen boven Danny Hoese. Ajax heeft veel geleerd van de uitwedstrijd tegen Barcelona. Ze speelden toen een sterke eerste helft en een zeer matige tweede helft. We hebben in Camp Nou ook hele goede periodes gehad, vooral de eerste helft. Dus ja, daar moet je aan vasthouden. Je weet ook als je aanvallend speelt dat je ruimtes kan weggeven. Nou, dat hebben we laten zien zeg maar, in de tweede helft, dat je dat dus niet moet doen. Nu zijn we ruim 2 maanden verder en is Ajax gegroeid. Het vertoonde spel de laatste 3 wedstrijden geeft de ploeg van Frank de Boer het nodige vertrouwen. Ik denk dat we zo de laatste weken zien hoe wij spelen en hoe wij heel weinig weggeven. We zijn op de goede weg en het wordt steeds beter. Dus ik denk dat als je kijkt hoe we de laatste weken presteren, dat ons heel veel zelfvertrouwen geeft. Ja. Morgenavond is er in ieder geval 1 grote winnaar, namelijk het publiek. Nou ja, het zijn 2 teams die graag aanvallend willen spelen. Dus ik ga ervan uit dat het een feest wordt.